Het voorbije jaar liet de wereldeconomie een duidelijke groeivertraging optekenen. Met name in de verwerkende nijverheid. En dus zowat overal ter wereld zagen we het vertrouwen in de industrie lager gaan. En dat was vooral het gevolg van de fors opgelopen handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Parallel daaraan zien we dat de wereldhandel stagneert en dat de vooruitzichten met betrekking tot de bedrijfsinvesteringen duidelijk versomberd zijn. Tegelijkertijd blijft de inflatie laag. Er is zowat nergens sprake van een echte, duurzame, opwaartse inflatiedynamiek. Integendeel, in de opkomende landen zagen we de inflatie wel een beetje hoger gaan, maar dat was vooral het gevolg door een tijdelijke opstoot van de voedingprijzen, met name in China. Dichter bij huis, in de eurozone, blijft die kerninflatie nog altijd zeer, zeer laag, hè, rond de 1%. In de Verenigde Staten viel de inflatie recent terug tot 1,5%. En ook in Japan blijft de inflatie nog ver onder de doelstelling van de centrale bank. En dus die combinatie van tegenvallende groei, matige tot lage inflatie en voortdurende geopolitieke onzekerheid in het kader van die handelsspanningen, leidde ertoe dat centrale banken de jongste tijd erg voorzichtig werden en ze openden zelfs de deur tot meer monetaire stimulus. Financiële markten van hun kant gaan er ook echt vanuit dat dat doorgang zal vinden, dat er ook effectief meer stimulus zal komen. En dat zagen we bijvoorbeeld al duidelijk gereflecteerd in de marktrente. Zo noteert de Amerikaanse 10-jaarsrente vandaag nog net boven de 2%. Dat is een duidelijke terugval ten opzichte van een jaar geleden. Ook in ons land, de Belgische 10-jaarsrente noteert vandaag op een tiental basispunten slechts. En in Duitsland noteert de 10-jaarsrente op min 30 basispunten. Deze week is het dan vooral uitkijken naar de G20-top, eind deze week in Osaka. En daar is de belangrijkste vraag of Amerika en China de strijdbijl kunnen begraven. Er hangt natuurlijk altijd veel onzekerheid rond die handelsspanningen. Maar onze inschatting vandaag is dat de kans op een akkoord in dit stadium toch eerder beperkt zijn. En zelfs als er een akkoord zou komen in de volgende maanden, ja, dan is nog altijd de vraag hoe duurzaam en evenwichtig dat akkoord dan uiteindelijk zal zijn. Dus ons basisscenario is toch dat die handelsonzekerheid ook de volgende maanden toch nog vrij groot zal blijven. En dus onze verwachtingen met betrekking tot de economische vooruitzichten in de tweede jaarhelft blijven toch eerder bescheiden.